Ik mag het niet zeggen, dat zal mijn vader ook niet leuk vinden als hij dit hoort. Maar ik beschouw meer Adriaan als een vaderfiguur dan mijn eigen vader. Wil jij na 2020 blijven kijken naar onze video's? Word dan nu PwnCampaigner en help ons aan die laatste 5000 leden om PwnT in de lucht te houden. Voor ieder lid spekken we jouw portemonnee met 10 euro. Ik herhaal, 10 euro! Dus doe mee, pak die cash en hou PwnT in de lucht. Nadat mijn lieftallige collega Dennis in het Vlaardingenmuseum was, op de tentoonstelling van Bastiaan en Adriaan, zijn we overspoeld met e-mails. Zo ook van Maurice, Nederlands grootste fan van Bastiaan en Adriaan. Ik ben heel benieuwd. Als je hier iedere dag bent, verveelt dat dan niet? Nee, verveelt zeker niet. Want ja, zoals je weet, met de coronatijd is het al moeilijk voor tussen haakjes gewone mensen. Ja, ik zit natuurlijk in een rolstoel. Normaal ging ik 14 keer per maand naar de bioscoop. Nou, dat kan ook niet. Dus dan ga je gewoon lekker naar de tentoonstelling. En wat is jouw lievelingsplekje op de tentoonstelling? Eigenlijk alles, maar als ik dan toch moet kiezen, dan zit ik heel vaak naar Robin te kijken. In 1982 had je de eerste Robin in De Huilende Professor. En dat was gewoon een heel ding. Dat er een robotje in een serie kwam, dat was echt iets heel aparts voor een kinderserie. Ik weet dat nog, ja. Ja. En wat doet Bassie dan als hij uit elkaar valt? Zo, hè? Precies zo, hè? Ik ben een echte fan. En ik mag het niet zeggen, dat zal mijn vader ook niet leuk vinden als hij dit hoort. Maar ik beschouw meer Adriaan als een vaderfiguur dan mijn eigen vader. Nou, pap, goed gedaan, die opvoeding. Ja. Maries was hier inderdaad al de eerste dag om. Hoe laat was je hier? 7:30 of zo? Ja, nog en, met de kou nog. Nou, dus, sindsdien is hij hier inderdaad, nou niet elke dag, maar wel heel vaak. Heel vaak, ja. En dan zegt hij ook tegen mij, als ik een dag niet was geweest, nou, waar was je gisteren? Ik heb je gemist. Dus ja. Hij is als onderhand al een soort van helemaal kind aan huis hier. Nou, helemaal gezellig. Alleen maar gezellig. Helemaal gezellig, ja. Ik was hier in 2017, was ik bij de tentoonstelling van Bassie en Adriaan voor alle fans. Ja. Maar hier was ik ook elke dag. Iedere dag? Iedere dag gewoon. En toen heb je het ook op je benen getatoeëerd, hè? Ja. Kan je dat laten zien? Ja, klopt. En dan moet jij de microfoon even beet houden. Oh, met de handtekening. Dat is de handtekening. En Bassie? Bassie zit ernaast. Ook met de handtekening? Ja, met de handtekening. Maar ik heb dat simpel opgelost. Bij Bas ging dat natuurlijk... Toen niet meer op het moment dat ik de tatoeages ging laten zetten. Dus ik heb een singeltje gepakt en ik heb de handtekening over laten Deze trekken. Singeltjes, hè? Ja, ja. Die heb je allemaal? Ja, ik heb ze allemaal. Dit is een eerste singeltje als de Croxels. Ja. Zeg maar als hun acrobatenduo. Dan krijg je Alles is voor Bassie. Maar kan je ook een liedje zingen? Hallo vriendjes en vriendinnetjes. We komen er weer aan. Ja, dat is gewoon de liederen. Bassie en Adriaan. Bassie en Adriaan. Dat zijn de beste vrienden die je maar kan vinden. Adriaan was acrobaat, want dat is hij nu niet meer. Ja, alles is kapot bij Adriaan. Hè? Zijn schouders, zijn knieën, van al dat trainen en alles. Dus, ja. Maar jij weet dus alles wat hier ligt? Alles wat hier in die hele tentoonstelling staat, weet ik waar het is gebruikt en wat... Begin hier. Nou, dit is het t-shirt van Vlugge Jaapie uit De Reis Vol Verrassingen. Wie kent hem niet? En hier ligt ook Jaapie's pruik. Dan zie je hier de blauwe puzzelstukjes uit De Reis door Europa. Dan ligt hier de Walkman die Bassie gekregen heeft van handige Harry en de Baron... Zodat ze precies konden zien, want er zat een zendertje in die Walkman. Konden ze precies zien waar Bassie is zodra die Walkman aanzette, zeg maar. En het ontplofte kostuum van B100. Dus, ja, eigenlijk moet je Bassie en Adriaan zien. Bassie is eigenlijk in de serie is het een klein kind. En als die fouten maakt, dan is Adriaan eigenlijk degene die zegt van... joh, als je wat kapot maakt of je verknalt iets, joh... Maakt niet uit wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Ja. Zo'n vader zou elk kind wel willen hebben, zeg maar. Had jij niet zo'n vader? Nee. Hey, en Adriaan is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd, Aad. Ik heb je nog... Heb je een berichtje voor hem, wat je even in de camera moet zeggen? Nou, Aad, van harte gefeliciteerd met uw 78ste verjaardag. 78? 78ste verjaardag, ja. En ik heb u een paar dagen geleden nog een mooi cadeautje gegeven. Dus geniet ondanks de operatie van uw vrouw toch een beetje van uw verjaardag.